bright, star bright. First star I see tonight. I wish I may, I wish I might. Have the wish I wish tonight. We'll make a wish and do as dreamers do. Do as dreamers do. And all our wishes, all our wishes will come true. Een hele goede morgen. Vandaag is het 3 maart. Ja, 3 maart. Morgen is de dag dat Chantal geopereerd wordt. Een hele spannende dag voor haar. Maar vandaag gaan we nog eventjes naar je moeder toe. Om Naomi eventjes bij mijn schoonmoeder te brengen. Omdat ik dan morgen met haar mee kan. De twee oudsten kunnen wel alleen thuis blijven. Dus dan... Zijn ze even alleen thuis een paar uurtjes? Nou, dat kunnen ze makkelijk. Als ze moeten werken, zijn ze ook alleen thuis als ze naar school gaan. Dus ja. Maar ja. Dus dat. Lekker een ontbijtje klaarmaken. Ja, dan gaan we zo meteen rijden richting mijn schoonmoeder. Daar hebben we om 1 uur afgesproken. En dan ik wel een paar uurtjes blijven. Dan gaan we richting huis. Gaan we wat eten. Nou, dan is het bijna tijd weer om bed te gaan. En ja. En de volgende dag. Morgen vroeg op. Morgen om 6 uur komt de eerste. En ja. Dan gaan we om 7 uur moeten het ziekenhuis zijn. Dus ja. Zo, we zijn goedemorgen. Kijk, dit is helemaal in blauw aangekleed. En ja, moet een beetje zachter praten, want er zijn er meer mensen. Maar, ze wordt vandaag geopereerd. Het is nu kort over 7 bijna. Dus, ja. Ja. Duimpje omhoog voor mij, alsjeblieft. Top. Ik ben geopereerd. En dit is wat ik mag eten. Echt hoor. Bleh. Ik voel me nog niet helemaal lekker, maar het komt goed. Dus duimpjes omhoog. Zo, nou zoals jullie zien lig ik in een ander bed. Want ik ben... Ja. Oh, ik ben nog wel heel erg moe. Misselijk. Maar goed. Alles voor een goed doel. Dus. En ik wilde net even gaan slapen. En oh, echt. Alle geuren hier in huis, het stinkt gewoon. Mama. Echt niet normaal. Ik ga ook slapen. Ga je ook slapen? Mama? Nou, je kan niet bij mama, hè? Nee, ik ga hier zo slapen. Oh. En hier zo, ik ga hier zo slapen. Dus. Heb je zo lief? Gewoon lief. Mama is lief. Mama is lief. Ik kreeg gisteren ook superleuke... spulletjes, een slinger van Angelina en allemaal tekeningen van Naomi en Angelina samen. Een potje. Dat is echt superleuk. Hey, hallo. Dus, en ik heb ook nog, dat was zelfs al, ook gisteren, net na mijn operatie gelijk, maar die heb ik pas 's avonds of zo, of ik weet niet hoe laat opengemaakt, maar pas 's avonds laat. Een keer opengemaakt. Een heel lief kaartje van Ferdinand. En van de kinderen. Dus, ja. Maar ja. Oh. Ik ga het eventjes proberen te slapen. Ik zie jullie straks. Doei doei. Hoi. Ik wil nog even zeggen van maandag. Want we hebben maandag wel gevlogd. Maar ik heb niet alles gevlogd meer.
Nou, jullie hebben gezien dat Chantal, dat we voor, moesten wachten voor Chantal. Nou, om 8 uur werd ze gewoon opgehaald, niks aan de hand. Ik heb afscheid genomen, ja, gedag gezegd. En op een gegeven moment, om 8:10, 8:30, belden ze op. Ik, hè? Zelf opbellen. Zijn ze nu al klaar? Is ze nu al klaar wakker, want ze klinkt heel goed. Nee, ze belde op. Het wordt, ik word pas om 9:00 geopereerd. Dus, oké. Nou, ik ben wel balen voor de natuurlijk. Maar, nou. Dus, nou. 9:00. Nou. Maar om 9:50 werd ik gebeld door de chirurg. De operatie is gelukt. Dus alles is goed gegaan. Dus binnen een 30 minuten was ze geopereerd. Was wel snel. En om, nou, maar ja, dan ligt ze nog op de uitslaapkamer. Heb ze tot 10:45 gelegen. Toen werd ik op de, bij de zuster al zaal werd ik ook gebeld van, ze is weer op de afdeling. Toen zei ik gelijk van, ik kom eraan. Hé, schat? Mm-hmm. Nou, dus even, denk ik 1,5 uur bij haar geweest of zoiets. Maar ja, ze bleef maar slapen. Dus zei ik maar even, ik ga maar naar huis toe. Dus, nou. En nu is het al 2 dagen later. En ze is thuis, gisteren thuisgekomen. Ik weet niet of ze... Maar ja, alles gaat goed. Ze loopt al. Zulke kleine bekertjes eten. Ja, maar dat had ik jullie al laten zien. Dus dat in het ziekenhuis. Ja, en ja. Nu is het herstel begonnen. Kinderen zijn naar school. En Omi ook even vandaag naar school. Dus als ze toch een beetje rustig kan herstellen. Zo, over 2 uurtjes nu komt de kinderen weer thuis. Dus ja. Dus we houden jullie op de hoogte. Dus doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En blijf kijken. Blijf kijken. Zo, ik ben aan de wandel. Het is nu woensdag. En 2 dagen na de operatie. Dus... En ik moet goed wandelen. Dus dan doen we dat maar. Even een ommetje om het huis heen. Telkens verder. Dus. Maar goed. Ik heb ook pijn. Oh. Gaat telkens beter. Dus ja. Nou, ik ben er alweer. Goed gelopen. Klop. Naar binnen. Doei. Zo, ook het tweede rondje voor vandaag. En samen met Naomi, die is weer terug. Oh, echt last van die gassen in mijn buik. Echt niet normaal. Maar goed. We zijn er alweer bijna, dus komt goed. Zo, vandaag is het donderdag, toch? Ja. Ja, donderdag. Ik ben zelf helemaal de tijden kwijt en alles. En zal waarschijnlijk nog door de narcose komen. Echt door, oh, te erg. En ja, vandaag weer 2 uur lang geslapen. Ik was al vanaf 5 uur wakker. Ferdinand die wou gaan werken, maar het ging echt niet met me. Dus... die is toch thuis gebleven om voor mij te zorgen. Ja. Ik. Het gaat met ups en downs. Maar goed, alles voor het beste doel. En ja. We gaan het allemaal nog verder mee maken. Mijn buik doet wel pijn. Ik heb de pleisters er net afgehaald. Zo. Dat zijn dus de gassen. Die lekker bezig zijn. En ja. Maar goed, ik ben vandaag nog niet buiten wezen lopen. Ga ik denk ik zo meteen even doen met Naomi of zo. Even een rondje om het huis heen. En ja, verder
wil ik jullie vragen om een duimpje omhoog te doen voor mijn operatie. En ja, ik ga eens kijken wat we verder kunnen doen. Ik mag 3 weken dus niks doen. Dus dat is echt een drama. Vandaag ook, er lag allemaal was op de tafel. En ik had echt zoiets van, oh, dat ga ik even doen. En, maar nee, ik mocht niks. Ik ja, mocht alleen maar toekijken hoe Ferdinand dat aan het doen was. En Ria natuurlijk, want die was er ook. Dus ja, ik ben trouwens inmiddels al op de weegschaal gaan staan. Ik ben nu in totaal vanaf 16 januari tot nu toe 3 kilo kwijt. Dus ja, dat gaat op zich wel snel, vind ik zelf. En ik ga het meemaken wat het over een paar maanden eigenlijk gaat doen. Of eigenlijk over een paar weken al. Dus, maar goed, ik zit nog steeds aan de kleine yoghurtjes. Ik heb de yoghurt en de vanille kwam mijn neus uit. Dus ik heb gevraagd of Ferdinand eventjes iets van een aardbeien, diepvries aardbeien wil halen. Zodat ik dat er doorheen kon doen. Want wow, het is echt, nee. Ik ben nu net vanaf dinsdag bezig met vloeibaar. Maar het komt me nu mijn neus al uitzetten. En ik moet 2 weken. Dus dat is echt gewoon balen. Maar goed. Ik verheug me op mijn avondeten vanavond. Want ik ga vanavond proberen worteltjes met aardappelpuree en ja, een stuk vlees of zoiets wat we hadden van de week. En dat is gepureerd en dat ga ik proberen te eten. Dus dat, ja, dat ga ik doen. En ja, dus nogmaals, doe een blauw duimpje omhoog als je deze vlog ook leuk vindt. En ik ga jullie zeker op de hoogte houden van hoe mijn herstel verder gaat. En jullie krijgen te horen nog in een andere vlog hoe mijn eten smaakte van vanavond. Dus dat komt allemaal goed. Maar voor nu bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie bij een nieuwe video. Doei!